En de Federatie van Oostrijders in Suriname hebben vanmorgen de militairen herdacht die het leven hebben gelaten tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zij deden dit door kransen te leggen bij het monument der gevallenen aan de waterkant. De militairen die voor Nederland hebben gevochten worden op deze dag geëerd. Niet alleen in Suriname wordt er aandacht aan deze dag besteed. Op 4 mei herdenkt Nederland alle Nederlandse slachtoffers sinds de Tweede Wereldoorlog. Dit zijn militairen en burgers die stierven in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Wilfred van Gom, secretaris van de Federatie van Oudstrijders, geeft aan dat Suriname deze moedige militairen niet mag vergeten. Daarom doet de federatie elk jaar deze kranslegging. Dat wil niet betekenen dat wij onze Oudstrijders, gevallenen die voor wereldvrede en vrijheid hebben gestreden, vergeten. Wij herdenken ze en ja, eens per jaar brengen wij ze weer voor het voetlicht, opdat ze niet vergeten worden. Opdat de mensen weten wat vrijheid betekent, waarvoor vrijheid gestreden is. Het is nog niet zo dat ieder dat kan begrijpen, dat vrijheid een heel duur onderwerp is. Meestal is het bevochten en zoals ik het al gezegd heb, mensen hebben hun leven voor geofferd om die vrijheid te verkrijgen, waardoor anderen vrij kunnen leven en zich kunnen bewegen, gaan en staan waar ze willen. Van Gom zegt verder dat het monument niet alleen voor militairen en oudstrijders is opgezet. Er hebben ook veel burgers het leven gelaten tijdens deze oorlog, benadrukt hij. Maar wij herdenken ook mensen die vergast zijn in Nederland. Mensen die gevallen zijn in Oost-Indië, voormalig Nederlands Oost-Indië. En onze strijders die op de koopvaardijschepen, op de marineschepen hebben gezeten. En voor transport vanuit de Verenigde Staten en olie uit de Antillen, bauxiet uit Suriname, die daarvoor hun leven hebben opgeofferd om voor die Tweede Wereldoorlog een einde te brengen. Want zonder al deze mogelijkheden was die oorlog misschien anders afgelopen of misschien langer geduurd. Wilfred van Gom, secretaris van de Federatie van Oudstrijders in Suriname. Hij sprak vanmorgen na de kranslegging bij het monument der gevallenen aan de waterkant. Op 4 mei 1945, dat is 75 jaar geleden, dat Surinaamse militairen en burgers zijn gesneuveld tijdens de Tweede Wereldoorlog.